Vandaag zijn we bij Proximus. Voilà. En wie komen we interviewen? Jan Paassen. We komen van Jan Paassen op. Oké, okay, kan ik even identiteitsbewijsjes? We zijn hier vandaag te gast bij Proximus. Niet in de winkel, maar wel in de Proximus Towers op het 26e verdiep waar de directie zit. En daar heb ik Jan Paassen ontmoet. Welkom Jan. Dank u. Jan, vertel eens, wat is jouw rol binnen Proximus? Ik ben binnen Proximus verantwoordelijk voor marketing, B2B. En B2B, dat begint bij Proximus, dat zijn bedrijven vanaf 10 werknemers, dus kleine KMO's, tot de hele grote multinationals. Alright, eens zien of ik hier mensen van de B2B kan vinden. Oké, dus jij verzorgt niet de marketing voor Tutumus en al die consumentenproducten, nee, maar het gaat echt over de bedrijven bij Proximus. Ja, ja. Ja. En kan je zo eens schetsen, wat kopen bedrijven dan zoal bij jullie, van het kleinste tot het grootste? Dat begint met de traditionele telco-producten, maar dat gaat tot zeer geavanceerde IT-producten. Dus ja. Proximus, wij hebben ook datacenters, wij doen Azure, wij doen integratie, wij hebben ook de laatste jaren wat acquisities gedaan van kleine IT-bedrijven. Dus wij gaan heel ver in IT. En dat wordt ook meer en meer, we zien echt een verschuiving van traditionele telco echt naar IT-bedrijven. Wat dat maakt dat we de natuur van onze business eigenlijk aan het verschuiven is van bijna leverancier naar echt een partner die eigenlijk dus businessprocessen gaat integreren in. Dus dat is een heel andere business. Zie ik dat goed, dat dan zo'n beetje een mengeling is van productbusiness langs de ene kant en service of solution business langs de andere kant? Ja, absoluut. En dat maakt ook dat onze klant en de manier dat hij eigenlijk zijn beslissingen neemt of Proximus al dan niet kiest, wordt zeer complex. En vroeger zat je heel simpel, je zat met een aankoper, telco-aankoper, IT-aankoper. Dat je nu ziet dat je de mensen die je moet overtuigen van je kunde zijn ook HR-managers, marketing-managers, dergelijke. Wat dat het zeer interessant maakt voor marketeer, want dan zit je dan heel snel in persona-based content-marketing. Om een idee te geven, vandaag degene die de beslissing neemt of influenced voor iemand zoals een Proximus te kiezen, zitten we al aan 6,8 personen die we eigenlijk moeten proberen te overtuigen dat wij de beste partij zijn om in zee te gaan. 6,8 personen die jij als marketing moet gaan targeten of waarvan jij moet een idee hebben van kijk, wat hebben die mensen nodig om te kunnen beslissen, ga ik al dan niet met Proximus in zee? Ja, absoluut. Ik kan me ook voorstellen wanneer dat zo van hele kleine producten naar hele grote projecten gaat, dat je dan intern ook een heel aantal afdelingen hebt die van jou verwachten dat je hun business wat gaat promoten. Is dat zo? Ja, klopt. Dat is een van mijn grote uitdagingen. Dus we hebben een hele uitgebreide productcataloog. Ja, en elke productmanager die wil dat jij zijn kindje naar voren brengt. De manier dat we dat oplossen is een typische approach, is een funnel approach. Wij beginnen een top of funnel en zo gaan wij eigenlijk naar beneden. Ik ga een voorbeeld geven. Digitale werkplek. Dus wij, Proximus, wij verkopen digitale werkplekken aan bedrijven. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan een top of funnel verhaal bouwen rond de new way of working. Het feit dat veel problemen erger wordt, dat mensen meer en meer willen thuiswerken enkele dagen per week. Dus dat is een soort van verhaal wat jullie bouwen, waar dat jullie klanten zich dan in kunnen herkennen. Ja, voilà. En dus een beslissing maken, of dat nu bijvoorbeeld een HR-man is een goed voorbeeld, die zegt van ik moet de war for talent winnen, ik wil getalenteerde jonge mensen aanwerven, dus wat ga ik doen? Ik ga die aanbieden om 2 dagen per week thuis te werken. Dan zeggen we, kijk, daar komt een hele infrastructuur bij nodig, er is change voor nodig. Dat is je top-of-funnel verhaal. En je begint eigenlijk die beslissingmaker door die funnel te trekken. En op het eind van de rit verkoop je daar, ik zeg maar iets, een Microsoft Teams of een thuiswerk security oplossing voor. Dus uiteindelijk ga je wat producten verkopen, maar je begint eigenlijk de verkoop eigenlijk heel top-of-funnel. En dat maakt het wel gemakkelijker om eigenlijk heel die portefeuille van producten te coveren. Want het is de klant zelf die zal wel aangeven waar hij naartoe wilt. Betekent dat dan ook dat jij als marketingafdeling een beetje de solution business stuurt? Mag ik dat zo zeggen? Ja, op dit moment tot nu toe was dat niet. Dat is een zeer goede vraag, Koen. Proximus is een technologiebedrijf. Tot voor kort werd onze productportefeuille heel erg gedreven door leveranciers. De Microsofts, de Cisco's in deze wereld brachten nieuwe producten uit en wij gingen die eigenlijk voor hen naar de markt brengen. Maar je ziet toch wel een trend, en dat is volgens mij een hele interessante trend voor marketeers, is er wordt meer en meer naar marketing gekeken om te kijken van wat heeft die klant nodig? Ja. Zit je klant eigenlijk wel te wachten op die nieuwe doos van die leverancier? Dus we zien echt wel een trend dat we vanuit marketing naar ons wordt gekeken om die customer insights te geven en echt naar die co-design met klanten te gaan. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke nieuwe
discipline voor marketeers wordt. Dus echt design thinking, samen met klanten eigenlijk helpen die productportefeuille te sturen in een richting. Dus wij gaan vanuit marketeers meer en meer daarop moeten gaan wegen. So how do we get involved with the customers? By having a workshop with them, doing design thinking together with them to understand their needs in the market and what are the pains they go through. We took back all the inputs from the customers and then we turned into a value proposition. Mm-hmm. Now where we address them with new insights on analytics, with experience how they can solve their mobility problems and customer insights and understanding their need is an important part for the digital transformation. Dus vroeger was je eerder een soort van marketing communications afdeling? Ja, go-to-market. Dus het product was klaar en ze zeiden, kijk, dit is het product, breng het naar de markt. En dat we nu meer en meer zeggen, maar de markt wil eigenlijk toch iets anders en dus ik denk dat we het iets anders moeten doen. Dat is echt een trend die je ziet en als ik met mijn collega's marketeers praat, zie ik soortgelijke trends ergens anders. Ja. Dus dat marketing effectief aan het begin van de productcreatie zit en niet meer op het einde komt. Dat is mooi. Je ziet dat jouw marketing efforts in B2B meer opschuiven richting solution business. Mm-hmm. Is er een gelijkaardige trend die je ziet in B2C? Of wat is het verschil wat je merkt tussen B2C en B2B marketing? Well, ik zie die verschuiving ook, zeker bij B2C. Hè. We zien daar ook meer co-creatie met klanten en zo. Maar het grote verschil voor mij, B2B, B2C, blijft is de complexiteit. Hè. Zoals ik daar straks zei, gemiddeld 6,8 mensen die je moet influencen. Dus dat is een heel groot verschil. Complexiteit van producten is toch wel... toch wel anders. Wat ook een heel groot verschil is de channel mix. Hè. Dus in een B2B-omgeving gaat het typisch, blijft voor een groot stuk nog altijd een people business. En je zit zeker bij de grote klanten, zit je met een account manager, soms een heel account team dat daar rondwerkt. Maar dat is een mooie uitdaging voor marketeers ook is van hoe gaat het die een ideale channel mix straks doen. Hè? Dus je zit met die account manager, maar hoe zet je het digitaal kanaal daarnaast? Hè? Want je voelt dat de klant, die B2B klant, is zelf vragende partij om meer digitaal te gaan doen. Maar wat is dan de rol van die account manager? En soms zitten daar nog partners bij. En hoe gaat het dan een optimale mix? En ik denk dat je gewoon moet nadenken hoe je op het juiste moment die intimatie van die persoon inschakelt en op welk moment zeg je van nu moet ik gewoon aan efficiëntie denken en nu schakel ik mijn digitaal kanaal. Ik denk dat daar een heel groot verschil B2B, B2C is. Zeg, mag ik jou eens een vraagje stellen? Sure, man. Jij werkt bij Proximus, wat is jouw rol? Ik ben verantwoordelijk voor de digitale klantervaring van de enterprise klant. Oh, digitaal en enterprise, ideaal. Ja. Zeg, we hebben niet veel tijd, we staan in een lift. Wat speelt er nu binnen enterprise op digitaal vlak? Wat zijn de top thing dat nu speelt? Onze klanten die willen eigenlijk meer en meer zelf ook digitaal. Die willen zelf eigenlijk veel meer dingen zelf kunnen doen, zodat het allemaal snel kan gaan. Hè? 24/7 online, die willen dat ook. Ja, en hoe manage je dat dan? Wel, door naar hen te luisteren. We zijn heel veel in contact met onze klanten om hen te vragen wat er leeft, wat ze dringend nodig hebben. En we hebben daar een pretty good idea over. Okay. En dat dan bouwen. En dat bouwen. Ja, bouwen, ja. Dus binnen B2B is de account manager, de persoon, nog belangrijker. Maar moet je toch ook met automation gaan beginnen? Heb je een manier of hoe link je die twee dan aan elkaar? Ja, dus we hebben bij Proximus B2B, sinds een jaar zijn we nu bezig met marketing automation. En we hebben effectief gezien dat heeft heel veel change management gevraagd van hoe dat we vanuit marketing eigenlijk leads aan die account managers geven. Die daar zeer traditioneel in kijken. Hè. Dus vroeger gaven die mensen ook leads, maar dat gebeurde vaak vanuit een data crunching. We zeiden van kijk, dit type klanten die zijn geïnteresseerd in dat type producten, dus hier heb je leads. Maar dat bleek niet altijd zo goede leads te zijn, want dat zijn theoretische leads natuurlijk. Nu met marketing automation, dat zijn klanten die hebben geklikt, die hebben gedownload, die hebben nog eens geklikt, die zijn nog eens teruggekomen, die hebben een webinar gevolgd. Dat is een leadscoring die gaat omhoog en op een bepaald moment zeg je, die klant belt je, want die is dingen. En we merkten dat sales die leads aannam op dezelfde manier als vroeger. Je begon het verhaaltje van nul af aan. Ja, die zeggen van dat zijn dat soort leads dat we van marketing krijgen. Maar we hebben echt hen moeten aantonen dat dit soort andere leads zijn, dat echte hot leads zijn, dat zijn klanten die moeten morgen bellen. Want we beginnen echt de eerste succesverhalen. Dus we zitten met succesrates van
van ongeveer 40%. Dus dat wil zeggen, we geven een lead aan sales. 40% van die klanten zegt, ja, kom langs en ik wil voor een specifiek product. Zou ik met jullie in gesprek willen gaan? Dus 40% van de mensen die uit jullie automation funnel komt, zegt van, ja, ik wil met jou eens aan tafel zitten. Ja, absoluut. Dat is mooi. Dus je hebt dat soort succesverhalen echt nodig om die salespopulatie over de streep te trekken. En het mooie is, van, je voelt echt wel dat marketing en sales echt nauwer met elkaar aan het verwoven zijn. Vroeger waren dat bijna twee werelden, marketing en sales. En je gooit het over de muur en daarna moeten ze een plan trekken. Dus je voelt dat die twee meer en meer in elkaar aan het overgaan zijn. En zijn er dan ook minder spanningen dan vroeger? Wordt er soms, ontstaat soms discussie over bijvoorbeeld attributie van leads? Wie heeft welke sale geclosed? Hoe verantwoordelijk was marketing daarvoor? Hoe verantwoordelijk was sales daarvoor? Ja, ik denk dat dat een beetje traditioneel zo is. En dat is zeker niet anders bij ons. Dus, het is ook grappig, want ze zitten hier om de hoek, dus misschien kunnen ze zelfs misschien kan ik daar ook de vraag stellen. Maar je merkt toch een positieve evolutie dan, dat er meer en meer positieve samenwerking ontstaat, waar het vroeger meer en meer was van, we gooien leads over de muur en... Ik denk dat dat sowieso net van twee kanten is. Dat we vanuit marketingkant niet puur, ik zeg nu zomaar iets, gewoon een filmpje gaan maken en punt, daar eindigt het voor ons. Mm-hmm. Of een evenement gaan doen en punt, daar stopt het. Maar dat we eigenlijk van ons kant veel meer... e-sales en opvolging zouden doen en dat we van hun kant ook dan verwachten van oké, stel dat we een evenement doen en die leads komen daaruit van die moeten opgevolgd worden. Ja. Van twee kanten. Ja. En merk je dat ook de aankopers dan bij jouw klanten, de B2B aankopers, dat die mensen ook zich meer beginnen gedragen als een consument, dat die naar informatie gaan op zoek gaan surfen? En want soms merk je wel dat mensen zeggen nee, B2B dat is anders, dat moet je helemaal anders aanpakken. Goeie vraag, we hebben daar cijfers over. Ik denk dat... dat Gartner die er geproduceerd heeft, 57% van het, dus als je op 100% koopt, 57% van het werk dat die aankoper doet, doet hij volledig digitaal. Ja? Dus voordat die klant u als accountmanager aanspreekt, heeft hij al 57% van zijn huiswerk gedaan. Hij weet al heel veel. Hij weet al perfect van wie zijn de leveranciers, wat zijn de verschillen tussen de technologieën en dergelijke. Dus je komt heel anders bij een klant binnen. En als je die 57% kunt beïnvloeden, positief bedoeld, dus je kunt als B2B marketeer niet meer anders. Ja, absoluut. Dat is dan wel heel belangrijk voor de verkoper ook, dat hij wanneer hij zijn klant ziet, dat hij exact weet wat heeft die klant al gedaan, welke voorkennis heeft hij. Klopt, en dat is exact wat we gedaan hebben. Dus we hebben de data die uit ons marketing automation platform komt, wordt in ons CRM-systeem gestoken. Mm-hmm. Dus een accountmanager die bij de klant binnenstapt, die ziet perfect... welke whitepapers heeft hij gedaan, welke webinars heeft hij gevolgd en dergelijke. Zeg, en jullie werken met marketing automation daarvoor dan? Of, Marketing automation is een van de cruciale platformen die we gebruiken om onze klanten eigenlijk al op een digitale manier proberen wat in de sales funnel te krijgen, geïnteresseerd te krijgen. Ja. Oké, en hoe loopt dat? Zijn jullie daar nu mee bezig? Daar zijn we nu mee bezig. Steeds meer campagnes doen we digitaal. Een van de grote stappen die we nu aan het zetten zijn, dat is om eigenlijk beter... audiences te gaan definiëren aan de hand van gedrag die ze al vertoond hebben op andere websites om beter te kunnen segmenteren, targeten. Zeg maar, de klant die wil vandaag 24/7 geholpen worden. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Gaan jullie mensen ook buiten de uren opeens moeten werken voor de B2B-klant? Of hoe werkt dat dan? We proberen van zoveel mogelijk eigenlijk te automatiseren ook. Hè. Achter digitalisatie schuilt er ook automatisatie. Ja. Dus chatbots en zo bijvoorbeeld. Onder andere, maar ook back-end processen. Hè. Bijvoorbeeld als er iets besteld wordt, moet dat niet noodzakelijk meer door handen van mensen gaan. Ja. Dat automatisch kan netwerk geprovisioned worden, dus daar zijn we ook heel erg naar aan het kijken. Okay. Je hebt dus een systeem waarbij accountmanagers perfect kunnen zien wat de klant al weet en al gedaan heeft. Mm-hmm. Kan je iets vertellen? Hoe is dat systeem tot stand gekomen? Is dat een Big Bang oplevering geweest van IT of heb je daar incrementeel aan gewerkt? Wel, ook zeer goede vragen. Als marketeer, je zit met een IT-implementatie. Proximus is een groot bedrijf, dus met een vrij zware architectuur waar je rekening mee hebt. Maar we hebben echt bewust gekozen voor een bimodaal model, waar we eigenlijk hebben gezegd, we starten snel. Mm-hmm. En we gaan eigenlijk de marketing automation tool die we gekozen hebben, out of the box cloud implementeren. Gewoon gebruiken zoals het is. We gaan die niet customiseren, we gaan op een basisset van data beginnen.
Dus mijn advies is begin gewoon, begin snel. Want je gaat heel veel daaruit leren. Dus om een idee te geven, we waren naar, dus vanaf de beslissing tot go live, 6 maanden. Ja, wat super snel. Wat zeer snel is voor een groot bedrijf zoals Proximus. Maar in parallel zijn de collega's van IT heel onze data-architectuur nog beter en goed op plaats aan het zetten. Om uiteindelijk naar een target architectuur die misschien nog meer future-proof is. Maar mijn advies is echt van start gewoon. Ook als je twijfelt daar nog over, start met iets kleins. Ja. Start met er zijn goedkopere oplossingen ook. Omdat ik denk dat marketing automation u gaat helpen om vooral na te denken over uw datastructuur, uw content. Welke content heb ik nodig? Klinkt ook heel basis, maar de klant, wie is die klant? Dat was dan vooral de persona's die ik wil aanspreken met mijn content. En voor mij is het niet zozeer om een tool te doen, maar is het vooral de manier van denken. Ook het feit, ook niet onderschatten, daar hebben wij zeer veel tijd in, heb ik ook onderschat zelf, is de change management binnen uw marketingteam. Mm-hmm. Mensen gaan in termen van journeys moeten denken. Vroeger dacht de marketeer, ik heb een video gemaakt. En dat is een fantastisch goede video, want die heeft 5000 kliks gegenereerd. Nu nog een event en daar is gewoon... Ja, ik ben goed bezig. Maar morgen moet een marketeer moet zeggen, ja, die video, oké, wat doe ik na die klik? Hoe ga ik, wat is mijn volgende stap? Ah, ik ga die klant proberen eens een whitepaper te sturen. Oké, en hij klikt op die whitepaper en dan, ik ga hem naar de webinar trekken, ja, en heb de heel die ketting al klaar. Ah nee, maar mijn video is klaar. Nee, denk over heel de ketting na. En want uiteindelijk wil je naar een marketing qualified lead. En dat heeft voor veel marketeers, was een serieuze verandering. En daarom zeg ik van begin zo snel mogelijk met marketing automation, om vooral door dat proces te gaan. Van, ja, om dat leerproces van je eigen afdeling ook in gang te kunnen zetten. Ja, absoluut. Zodanig dat je misschien wel samen met IT klaar bent met een nieuwe implementatie. Absoluut. Ja. En door het feit dat we met die twee snelheden zijn gegaan, hebben we heel snel de ROI kunnen, want we kwamen met hot leads en dat werkte. En dat heeft echt wel de dingen versneld op het groter project, zal ik zeggen. Dus je kunt je... het is echt zo een bijna proof of concept waar je zegt van kijk, we gaan bewijzen dat werkt. Dus ik zou echt elke marketeer aanraden om zo snel mogelijk daarmee te beginnen. Heb je dan ook, voor die manier van werken, heb je daar dan ook een samenwerking met IT mee opgezet? Ja, absoluut. Sowieso. Hè. We hadden daar een gentleman's agreement van. Dat we zeggen van kijk, we zijn akkoord, we moeten naar een target architectuur gaan. Maar help ons om time to market wise snel te gaan hier. Om al iets voorlopig te hebben om te beginnen leren. En dat hebben we dan eigenlijk gedaan. Hè. We gebruiken hier SQL met Data Warehouse. We gebruiken FileMaker voor een tool die we zelf gemaakt hebben. We gebruiken Eloqua ook. We gebruiken Salesforce. Overal waar onze data in zit, daar maken we gebruik van. Vroeger waren we eerder vanuit een product mindset dat we met de klant gingen en nu meer en meer draaien we de rol om en gaan we eerst kijken van wie is de klant en op basis daarvan proberen we de klant de juiste niet echt producten maar meer oplossingen aan te bieden. Ja. Die nieuwe manier van werken zorgt dat er ook voor dat je met andere agencies samenwerkt, andere partners dan vroeger? Ja, we hebben bij Proximus een vrij grote pitch gedaan. We hebben een nieuw marketing agency, ecosysteem. En het woord ecosysteem geeft al een stuk een antwoord. We hebben gezien dat hetgeen dat we doen, marketing-wise, zo divers is in disciplines. Branding, digital. Dat we eigenlijk meer en meer met ecosystemen gaan werken dan onze eieren allemaal in één nest leggen. Ja. Omdat het zo multidisciplinair geworden is. Dus zowel digital, de emotionele kant rond communicatie. Dus je moet echt naar een mix gaan. Dus we werken met andere agencies. Ja. Hoe moet ik dat dan zien? Is dat een soort van hoofdaannemer met allerlei kleinere structuren eronder? Zo moet je dat zien. Ja. Dat is echt en dan kan de individuele marketeer zeggen, hey, ik heb iets nodig rond, ik moet snel een video laten maken, ik ga even op dat bedrijf beroepen. Absoluut. En ik denk bijvoorbeeld ook, content is een goed voorbeeld. Stel dat we nu morgen, we zijn over segmentatie ook aan het nadenken. Als we bijvoorbeeld terug naar een meer geverticaliseerde segmentatie, waar we echt naar industrie gaan, morgen heb je een whitepaper nodig van wat er leeft in de retailsector. Ja, dan ga je niet op je agency terugvallen die je content maakt. Nee, dan heb je de specialist binnen de markt rond retail nodig. Dus ik voorspel dat je meer en meer ook binnen marketing in een freelance wereld terechtkomt, waar je op de juiste momenten de juiste specialisten aan boord haalt om opnieuw relevant te zijn.
En sectorspecifiek, daarmee bedoel je dan voor de sector van je klant? Ja, sector van de klant, absoluut. En dan kom ik terug op die relevantie. Hè. Dus alles wat ik uitleg, dat zijn principes die zijn generiek. En om eruit te springen, gaat het echt relevant voor die klant moeten zijn. En opnieuw gaat het met de juiste specialisten moeten werken. Dus ik denk dat er voor de freelancing world in marketing nog gouden tijden gaan aanbieden. Ja, dat is meteen mijn volgende vraag. Je weet dat Jelle en ik zelf ook een agency oprichten. Waar zie je nog zo van die gaps in het Belgische landschap van de agencies? Ja. Is dat dan in een soort freelancer collectief? Ja, daar absoluut. En ik denk dat er een beetje wat ik aangaf. Marketing automation op zich, ik zeg altijd dat software en op zich is dat een stuk IT, maar ik denk dat je hele change management rond marketing automation niet moet onderschatten. We hebben daar nu nog werk mee. Hè. Dus mensen, zoals ik zei, in je mindset te krijgen van dat journey thinking, van relevantie naar die klant en hoe breng ik. Dus ik denk dat er, als jullie bedrijven kunnen helpen in dat change, is een tool kopen is het niet moeilijkste. Om te implementeren met een goede IT en samenwerking. Dat lukt ook nog. Het is de change van hoe ga ik dat nu gebruiken en over heel de lijnen, hoe ga ik de change, ik heb het zelf gevraagd, in mijn samenwerking met sales. Hoe ga ik nu zorgen dat die sales, als ik die leads geef, dat gaat opgepakt worden? Hoe betrek ik sales daarbij? Processen, skills, attitude. Ja, dat soort zaken. Ik denk dat daar voor jullie toch wel nog iets moois ligt. Ja. Mooi. We hebben het uitgebreid over digitalisering gehad. Dat betekent dat jouw klant ook 24/7 toegang wil tot informatie, maar misschien ook wel 24/7 mensen wil spreken. Ja, klopt. Hoe zijn jullie daarop georganiseerd? Ja, dat is ook een goede vraag. Dat is ook zo, die consumerization van B2B. Ja, dus de klant verwacht dezelfde experience als zij in de residentieel. Dus wat we vandaag doen is, we captureren de vraag wel digitaal volledig. Zeker in B2B hebben wij dedicated mensen die niet altijd 's nachts zitten. Maar we zijn dat ook aan bekijken om te kijken hoe dat we per sector, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, stel dat we morgen diensten gaan ontwikkelen voor de hospitaal, dan moet je een 24/7. Dus we zijn ook aan het zien hoe dat we ons servicing model kunnen aanpassen op die 24/7 Met bijvoorbeeld een soort van chatbot waar dan een callcenter achter zit? Ja, absoluut. Dat is een technologie waar we effectief naar aan het zien zijn. Is er zo'n online resultaat dat jou echt verrast heeft, waarvan je zegt, wauw, dit hebben we eens geprobeerd en dat was ongelooflijk wat daaruit gekomen is op een specifieke actie of een specifieke project? Ja, dat is een kleine, hè? Maar wij hebben nu een sociale campagne, Press Talk, etc. Dus wat doen we? We hebben iemand die zeer de kranten goed opvolgt wat er gebeurt en die probeert de link met hem te maken. Daar is dat een monster viel in Antwerpen, hup, en dan maakt hij een eigen link van de zaken waar wij bij Proximus ook mee bezig zijn. Of data-analyses. We hebben een bedrijf dat B-Mobile, dat heel goed is in het voorspellen van trafiek en het meten van hoe dat trafiek ging. En wat ons echt opgevallen is, van wij zien dat het aantal kliks maar gigantisch veel hoger is. Ik zeg altijd, als je voelt dat daar een menselijk... Ja. Dingsken is. Dus we hadden... Niet te gepolijst. Niet te gepolijst. We hadden artikels, heel schone artikel. En we hadden hetzelfde, gewoon bijna met een gsm, een fotootje gepakt van dat krantenartikel, zo bijna uitgescheurd, zoals slordig. Wel, die heeft veel meer kliks dan de gepolijste versie. Een tikfoutje in een post. Dus mensen lijken dat wel te appreciëren als daar een menselijk touchje nog aan is. Dat is een merkje. Dat is niet iets wat uit een machine komt. Daar zit een mens achter die een foto heeft gemaakt van een artikel. En dat wordt wel belangrijk. En dat komt terug op mijn eerste opmerking rond die authenticiteit. Ik zeg, iedereen is met content marketing bezig. Iedereen schrijft whitepapers over security. Maar hoe maak je straks dat jij eruit springt? En ik denk dat daar rond gaat. Dat gaat over het menselijke en authentiek aspect. En dat gaat dan ook meer over de medewerker die zichzelf moet kunnen tonen en niet achter het merk zich schuil houdt. Ja. Absoluut. Ik wil daar een kop op plakken. Ik wil weten wat dat is. Ja, want er zit een tikfoutje in. Maar dat is oké. Mooi. Nice. En er is dan ook veel verschillende content nodig, want elke klant is anders. Hebben jullie dan... Daar hebben we project managers voor. Dat zijn... Ik wil dood worden, maar... Olivier, je bent project manager, hè? Ja, natuurlijk. Ja. En belangrijke content over wat producten doen, waarom het goed is om bepaalde producten te hebben, wordt door product managers aangeleverd. Oké. Okay. Zeg, en hoe doen jullie dat, de product? De juiste content, op het juiste moment, bij de juiste klant brengen? Dat is onze job, ja. Correct.
Comment on commence du besoin du client, on le rencontre et à partir d'un certain moment, on va jusqu'à la création du produit en passant par engineering. Et vous le rencontrez physiquement Le client. Oui, on a des rendez-vous régulièrement. Tout à fait. Super proche du client, merci beaucoup. Avec plaisir. Misschien als afsluitende vraag, Jan, is er zo'n online tactiek waarvan je zegt dat is nu eens een geheime tip die ik wil meegeven, zeker in B2B-marketing. Dan moet je echt eens proberen dat gaat werken. Maar ik zou alle marketeers aanraden om zelf te participeren in het debat op social media. Hè. Dus LinkedIn, Facebook, Twitter. Ik heb daar bepaalde thought leaders die daar iets zeggen, participeren in dat debat. Ja. Hè. Ik zie nog veel te veel marketeers die social vanuit bijna een machine gedreven met een contentplan en dergelijke. Nee, daar gebeuren dingen waar je misschien een visie op hebt. Je ziet wel dat die visie een beetje gealineerd is met de visie. Of zegt dat die persoonlijk is, dat is geen enkel probleem. Maar participeer vooral. Ja. En dat gaat een zeer grote organische groei krijgen naar hun eigen content. Okay. Want mensen gaan zeggen, tja, die heeft er precies wel een visie over. Tja, wat heeft dat bedrijf daar eigenlijk over te vertellen? Ah, die hebben whitepapers. Dus je trekt op een zeer goedkope manier, want dat kost u niks, hè? Nee. Dus wij hebben echt wel, daar zetten wij echt op in van een paar thought leaders. We zijn ook wel eigen management aan het... Om zelf op social om actief te zijn. Zeggen, ja. je moet actief zijn. Dus. Ik heb al een tweet van Dominique Leroy geliked. Dus dat is dat. Maar ook Dominique die bijvoorbeeld zegt, je zegt iets en die zegt daar iets terug op. Ah tja, hup, en je bent vertrokken. Ik denk dat veel mensen onderschatten wat een impact is om gewoon te participeren in het debat. Dat lijkt heel basis, hè. Maar, en jij doet dat zeer goed persoonlijk, maar ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten, hoe groot die impact kan zijn. Mooi. Ja. Mooi om af te sluiten. Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Zullen we eens naar jouw team gaan kijken? Dat is goed. Oké. En hoe voelt het met Proximus? Ja, echt dynamisch. Mooie kantoren, toffe mensen. Groot, vooral heel groot. Daar ziet je de toren van de BRT. Kijk. Ah ja, als je goed kijkt. Dat is hier trouwens die beruchte passerelle tussen de twee torens. En daarachter ziet je dat toren. De brug. Ja, ik zie hem. Juist tussen de twee gebouwen. Oei, je moet heel stil zijn.